Nou, we hebben de eer om met de jongste stemmer van Heemstede hier te mogen spreken, met Suzy. Wel een beetje lullig dat dan bij de Europees grootste speeltuin is, Suzy. Wat vind je daarvan? Nou, ik kwam hier vroeger als kind heel veel, dus... Het is bekend terrein. Leuk. Ja, het cirkel is nu rond, hè. Wat is belangrijk voor jou? Ik vind zelf het klimaat heel belangrijk. Het gewoon misschien een beetje een jong iemand is. En ik denk dat ik onderwijs en ja, ook gewoon huizen... Ik ga volgend jaar studeren, dus ik vind het heel fijn dat ik gewoon volgend jaar een huis kan vinden. Dus dat zijn denk ik mijn belangrijkste punten. Wel een goed initiatief, denk ik, om jongere mensen aan het stemmen te krijgen. Ik schrijf ook speciaal een brief aan alle eerste stemmers... om ze op te roepen om te gaan. Want ik vind het ook echt heel belangrijk om te weten wat de jongeren nou voor Nederland willen. Is dat een probleem nu? Ziet u minder jongeren naar de stembus gaan? Nou ja, we zien dat de oudere generaties, die hebben nog gestemd in de tijd dat het verplicht was. Ja. Dus die zijn in een ritme gekomen met elkaar en toen de verplichting verviel, zijn ze gewoon doorgegaan om te stemmen op een stembureau. Jongeren merk ik dat ze echt het gevoel moeten hebben dat er iets met hun stem gedaan moet worden. Dat weet ik ook van mijn eigen kinderen. Die zijn 19 en 20. En als ze dat gevoel niet hebben, dan gaan ze dus ook twijfelen of ze naar het stembureau gaan. Ik merk ook dat jongeren toch wel anders soms tegen dingen aankijken. En ook wel een ander perspectief hebben over hoe hun leven er nu uitziet en waar ze naartoe willen. Ik hoop ook dat heel veel jongeren vandaag hun stem laten horen. Maar dat niet alleen blijven doen, maar blijven meepraten over wat ze belangrijk vinden. Ik heb niet getwijfeld of ik ging stemmen. Wel natuurlijk heel erg waarop ik ging stemmen. Maar dat ik ging stemmen is eigenlijk nooit een twijfel geweest. Ik heb ook altijd gedacht, ik vind eigenlijk dat je vanaf 16 moet kunnen stemmen. Ga je nou ook een van de partijen stemmen waar je ouders ook op stemmen? Nee. Dat is altijd interessant om te weten of ouders kinderen meegaan met hun ouders of heel anders denken. Ik heb er gisteravond bij mijn jongens ook over gehad. Die gaan iets heel anders stemmen dan ik. Hoe heb je je voorbereid? Ik heb naar een aantal debatten gekeken, ik heb verkiezingsprogramma's gekeken en ik heb ook nog een podcast geluisterd waar inderdaad één op één wordt ingegaan met lijsttrekkers. Dan kunnen mensen meestal iets beter hun punt vertellen. Dus daar heb ik naar geluisterd en op die basis een keuze gemaakt. Ja.